AFC heeft brood nodig en overwinning nodig. De ploeg, die tegenwoordig getraind wordt door Pim van der Meent, speelde vorige week gelijk tegen Westlandia. Maar dat betekende niet dat de aansluiting met de middenmoot gevonden werd. Een zegen vandaag. Op directe concurrent Tonegido moet de Amsterdammers wat meer lucht geven. Lekker binnen in de warme kantine naar ADO Den Haag tegen Ajax kijken. Dat was toch een stuk aantrekkelijker dan naar buiten gaan om AFC tegen Tonegido Haagse Bluff te zien. Pim van der Meent, hij is de interim coach bij AFC na het vertrek van John Kila. En van der Meent geeft de jeugd een kans. Bijvoorbeeld deze Mike van Dort. De zoon van oud Ajax ziet Pim en van Dort starten voor het eerst in de basis vandaag. En dit is Patrick de Groot, ex-doelman van Haarlem, nu dus onder de lat bij Tonegido. En Tonegido, dat had het beste van het spel in het begin van de wedstrijd. Het is een ploeg die net als AFC meer had verwacht van het seizoen. Kopbal gaat overigens naast het doel van Van Holte. Want bijvoorbeeld ook bij de Voorburgers een trainerswissel. Wim Schaap nam het erover van Rob de Lange. Dit is een stuk later in de wedstrijd. Turpijn met een goede actie. Maar goed werk daar van de Tonegido-verdediging. De corner dan. Kort op Gering. Goed schot. En de redding van de Groot mag er ook zijn. En zo rusten we met een 0-0 stand. De tweede helft dan met balbezit voor Turpijn. Turpijn die dus terugkeerde in de basis bij AFC, het schot. En dat wordt van richting veranderd. En dan is de Groot kansloos. Het is met een beetje geluk allemaal, het doelpunt van Schuschen. Maar het maakt hem niet minder fraai. 1-0 voor AFC. Dus de opluchting bij de ploeg. Van Holte met de lange trap richting Schuschen. Schot gaat maar rakelings naast. Speelde niet echt een gelukkige wedstrijd Schuschen. Maar was toch weer belangrijk met zijn goal voor de ploeg. Hier balverlies van de spits. Dan Turpijn aan de linkerkant. Met de paas op invallen Graven. Guillermo Graven, maar die staat buitenspel. Graven overgekomen dit seizoen van Huizen. Had hij misschien wat slimmer mogen zijn. Gaat AFC dan winnen voor het eerst sinds 6 november? Jawel, ondanks deze missen van Graven. Maar het wint dus wel dankzij dat prachtige doelpunt van Schuschen. Ik zie Rodi uithalen vanaf de linkerkant, maar met rechts. En ik denk, nou, die gaat het net niet halen. En ik, nou, gewoon in een... Ik probeer gewoon even met mijn voeten nog aan te zitten. En hij raakt mijn nop en hij vliegt zo over de keeper heen. Hoe opgelucht ben je? Nee, dat opgelucht is het woord niet. Ik ben content, want je wint en je pakt 3 punten en daar gaat het om. In een wedstrijd die niet goed was, maar ik vond de overwinning wel verdiend. Ja, we spelen niet goed in de eerste helft, maar in de tweede helft spelen we iets opportunistischer. Dan wordt het gevaarlijk en dan blijf je ook bij je eigen kool vandaan. En dan zie je, dan krijg je het geluk mee. Want als je maar rondspeelt en breidt, dan krijg je niet zo'n kool als die nou kreeg. Die normaal misschien er ook, denk ik, op een kool had gegaan, maar dan wordt aangeraakt. En dan heb je een lucky mee, dat moet je hebben en dat moet je ook afdingen.